Ja, mensen, allemaal wel eens gehoord van de CIDI. Dat is een soort vereniging met subsidie die onderzoeken doet naar Joodse misstanden. Alleen volgens mij verder dan Twitter en hun bureau komen ze niet. En als ze dan weer een sappig verhaaltje horen bij het voetbal, ja, dan staan ze gelijk vooraan, hè, vooraan. Om te zorgen, te proberen dat mensen die in een bestuur zitten en een eigen mening hebben, te schofferen. Nou ja, als eerste, ik ben gekozen door mijn leden. En ik draag hetzelfde goed uit als mijn leden. En dat blijf ik ook gewoon doen. En daarvoor ben ik ook al 3 keer teruggekozen. Dus ik zit inmiddels, geloof ik, al 9 jaar in het bestuur. De langste van iedereen. Ik heb ze allemaal overwonnen. Maar dat ten goede, hè? Daar gaan we het niet verder over hebben. Maar nu dit. Wat mij nou aan mijn hart gaat. Kijk, ik als import Rotterdammertje, is dat mensen altijd maar lopen te zeiken en het beter weten. Ja? En willen beslissen voor anderen wat die moet zeggen. En dat het zo zielig is voor Joden dit, Joden dat. Nou, dan ga ik u nu eens laten zien wat zielig is. Wat er onrespectvol is. Wat respectloos is voor mensen die misschien voor ons gevochten hebben. Maar nog erger, gewoon voor niets zijn gestorven. Waar ook ter wereld. Ik ga het nu laten zien. Dat is hier ook, Joodse begraafplaats, Oostzeedijk. Dit dingetje is eigenlijk ook het enigste wat eraan herinnert dat hierachter een Joodse begraafplaats is. En het is zo weggemoffeld dat het dus bijna niet te zien is dat hier een Joodse begraafplaats is. Nog sterker, andere mensen hoeven helemaal niet te weten dat hier een Joodse begraafplaats is, denk ik. Want dat brengt alleen maar overlast van mensen die echt jodenhaters zijn. Wij zijn geen jodenhaters, wij zijn jodenvoetbalhaters. Dat is wat anders. Maar we gaan nu even verder, hè. Wordt hier ook nooit schoongemaakt. Maar maakt het uit, joh. Mensen zijn dood, dus dat is het niet erg. Dit wat je nou gaat zien, vind ik nog het afgrijzelijkste van allemaal. Kijk, zo houden ze dus een Joodse begraafplaats. Er is nog geen schoffeltje hier geweest. Beelden vallen allemaal om. Gaan kapot. Zo worden deze mensen nou herdacht. In een hokkie, in een hoekie. Dus ik bedoel maar, ga nou niet tegen mij zeggen van, oh, Gijs dit, oh, Gijs dat. Het is zo erg wat je zegt. Nee, kijk eerst naar jezelf. Ga je eigen dingetjes regelen. Maar ga mij niet dingen in mijn mouw zetten. Eerst naar jezelf kijken. Conclusie. Verzorg je overleden mensen. Ja, verzorg ze. Dan mag je pas recht van praten hebben. CIDI.